Een chest. Ja. Laten we hem openmaken. Wat de hek. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe redstone tutorial. In deze redstone tutorial laat ik jullie zien hoe je het moet bouwen wat jullie in de intro zagen. Het wordt een heel korte video vanwege dat ik dit al heb laten zien. Hoe je dit moet maken. Alleen, ik laat jullie de veranderingen zien en dan ja, hoe het werkt. Oké, als jullie willen weten hoe je dit hier moet bouwen, dan zoeken jullie dat even op in mijn video's. Bij mijn video's. Ik weet nog niet even wat de titel, wat de naam, ja, zeg maar, van die, van dit is. Dus ik heb hem altijd bijgeschreven. Maar ja, dat boeit niet. Ik laat jullie zien wat je eraan moet veranderen. En ja, hoe het dan zal werken. Oké, wat je nodig hebt is dus redstone. Een redstone torch. En een trap chest. Dat is het enige. Je kunt het nog een beetje beter maken. Alleen ik had geen zin om het nog beter te maken. Wat je alleen doet is deze redstone die hier zat weghalen. Hier een blok. Redstone. Redstone torch. Blok. Redstone. Redstone, redstone. Redstone, redstone, redstone. En ja, daaronder lava neerzetten. En dan doe je het open. En dan werkt het. Alleen, volgens mij is er iets met als je, ja, dat gedeelte. Volgens mij komt dat door, misschien hebben jullie dat ook wel gehad. Even kijken. Zo. Oeps. Doe ik eerst even hier een blok. Ja, zo. Misschien heb ik het zo gefixt. Nee. Dat is volgens mij niet te fixen. En als je dat echt wilt fixen, dan zet je gewoon ja, een piston die de redstone wire blokkeert. Maar ik maak het niet al te ingewikkeld. Want het is maar een redstone tutorial over hoe je dit maakt. Want ja, als je hier al zit, dan moet je wel heel snel zijn om daar weer uit te komen. En dan kom je in lava terecht. En ik had dit snel even eruit gegraven. Alleen, dit is, ja, de video die ik vandaag wou maken. Please like, abonneer, ja. En laat een reactie achter natuurlijk voor meer redstone tutorials. Ik weet de laatste tijd niet meer echt wat ik voor redstone tutorials ik moet maken. Dus ik maak me wat. Maar laat even een reactie achter waarover jullie een redstone tutorial willen hebben. Het mag ook iets heel simpels zijn, maar als het te lastig is, dan kan ik het natuurlijk niet. Want ik ben, ja, ik kan wel wat met redstone, maar ik ben geen settling. Dus, ja. Dan, zie ik jullie later.